Allemoe, een goeie dag. Hier zijn wij. Goeiedag allemoe, manneke pies. Weet je nog, ik was gestopt verleden keer met die stouren, met die Japanners, dat met de koet van Paraas probeerde te weten te komen hoe dat ze manneke pies moesten gaan zoeken. Vandaag gaan we het een beetje hebben over, like als ik al ga ons zeiden, de geschiedenis van manneke pies. Hoe komt dat dat manneke bestoot? Hoe komt dat dat manneke doorstoot? Hoe komt dat dat aan doorstoot te pissen? Wat zit er achter? Nou, moeten we weten dat bij de Grieken en de Romeinen al bluurte mannetjes, bluurte klaan mannetjes, bengeltjes van een jaar of twee, dra, die lood mokte van de compagnie van bij de Grieken Eros en bij de Romeinen Cupido. De twee gouden van de liefde, hè, als die een paar linnen uitschouten uit het zitten, we de verliefd op wie dat er verweg kroostigen. En wel, die bluurte mannetjes, dat was echt een soort van, ja, vaststond symbool voor alles wat te maken had met liefde en erotiek. Erotiek, ik zeg niet pornografie. Mo, wat is er gebeurd? Een keer dat de Griekse en de Romeinse beschoving een beetje op de declin was en dat het christendom gekomen is, bluurte mannetjes zijn dat moet draaien, joer of zo, maar toch, dat was een beetje te vuil, dus dat moest gecensureerd worden. Christendom was toen al een beetje de Facebook zo, hè, van den. Hè. Zo gaas reed, bluurt was, hup, boten. Maar de sculpteurs en de schilders van dan een tijd hebben de weet opgevonden. Die blijven bluurt, de Ingelke schilderen. Maar iedere keer, en die komt par hasard, rond Juzeke, rond ons leef raken, bluurt de Engelkes, en van die mollige bebekes. Maar iedere keer, en die een vogelke in huilen hand. Juist, uilenvogelke. Dus dat was een serieuze kleine dui van de kunstenaars, de schilders en de sculpteurs van dan een tijd. We mogen zijn vogelke niet meer laten zien, en wel gewoon een echt vogelke laten zien. A bon entendeur. Hè? Voilà. Dus, we hebben een hele nieuwe schilderij, waar daar van die bluurtingeltjes op stond, rond Juzeke of ons Leeuwraak, met een vogelke in huilen hand. En, dat is dus, ja, een symbool van liefde en erotiek, als ik het gezegd heb. Maar wat deed ons, manneke pis, pissen, dat is nou niet direct liefdevol of erotisch. Hoe komt dat aan het doen? En na betreden we een donker gebied, waar dat vuil overgeschreven is en vuil niet overgeschreven is. Waar dat vuil kan rondgefantaseerd worden. Sorry, nou moet ik een beetje lesgeven, hè, like als mannen noem, professorke toongeeft, een beetje geschiedenis, voordat je zou kunnen volgen wat er allemaal met manneke pies gebeurd is, want dat is ongelooflijk wat dat fantje meegemokt heeft. 1388 wordt er hier gesproken van een fontein op de plots, hoe dat hem naast doet, met stiene posturke. Een fontein met een stiene posturke. Dat stiene posturke was niet de fontein, zuurstoog het niet in de geschriften van dat tijd. De Julianisborre, uit de dato. Maar dat Julianke was dan een pipidoen of zo, dat weten we niet. 1452 stoot er in een tekst over het stad Brussel voor een plosje om te geven daar te menneken pist. Aha. 1452, daar te menneken pist, en dat is en effet op het stadsplan van een poer joer loter, een manneke dat water pist, maar van dat ook, met grote feesten, wijn of bee. En er was een habitude, een gewente om het Hof van Bourgondië, in onze strijken, met grote feesten zetten ze van die bluurtingeltjes op tofel, die worden geconnecteerd om een vatje waan of bee of andere geestraken drank. En die piste dus waan of bee of alcohol voor de mensen te amuseren. Bref, we hebben door dat manneke, dat is, in wat materiaal was dat, want we hebben het nu het niet echt gezien. In 1619 geeft de stad Brussel
een opdracht om een sculpteur, Hieronymus Duquesnoy le Vieux, ve een neut postier van Manneke Pis te mogen. Dus, 1619, weten we, den is onze Manneke Pis geboren. Nee, zei er iemand dat in geschiedenis geschreven heeft van Anguien. Dat is niet juist, want wale aan al de Manneke Pis in 1320. Ah bon, en hoe is dat dan? Nee, Frans, niet. Geen tekening, geen postuurke, niks. Dus, algemeen, we doen genomen dat in 1619 de enige echte Manneke Pis gebouwen is. Dane dat toen naast doet, pipieten doen, op de hoek van de Aakstroot en de Stuifstroot. Nee, zeggen ze in Gerardsbergen. Walen dan al een Manneke Pis in 1400 den? Ruze. Hoe is dat opgelost gerokt? Dat is voor de volgende episode. Goeiedag allemaal.